dependans van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB in Kommerwijnen, is plotseling ontmanteld. Het personeel is gisteren verrast met de mededeling dat per 1 december de dependans gevestigd is in het gebouw van de Dienst der Domeinen aan de Prins Hendrikstraat, naast het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Het personeel van deze afdeling stond met ledenogen toe te kijken toen de inventaris vandaag is verhuisd. Zij zijn vooral boos omdat niet vooraf hierover is gecommuniceerd. In een korte reactie zegt minister Ruline Samsudin dat dit besluit past in het transitieproces waarin het ministerie thans verkeert. Elke dienst wordt volkomen geautomatiseerd, waardoor de behoefte aan deze dependance er niet meer is. Bovendien kostte het kantoor het ministerie ontzettend veel geld. Het personeel echter is niet blij met dit besluit. Zij moeten vanaf morgen vanuit hun nieuwe werkplaats werken. De dependance is in 2013 door ex-minister Steven Relieveld geopend met de bedoeling aanvragen in Kommerwijnen sneller te behandelen. De minister benadrukt dat de ontmanteling geen enkel effect zal hebben op het inhalen van de jarenlange achterstanden bij het ministerie.